Volgens de econoom Daniel Kahneman is het onderzoeksprogramma waarbinnen de mens als rationeel gezien wordt nog steeds het belangrijkste programma binnen de economische wetenschappen. We kunnen dit het Homo Economicus onderzoeksprogramma noemen. Dat programma zou niet meer het belangrijkste onderzoeksprogramma moeten zijn, omdat het inmiddels duidelijk is dat de mens niet structureel rationeel, maar structureel irrationeel is. We maken als mensen voorspelbare denkfouten. Het gaat er dan niet om dat we denkfouten maken als we bijvoorbeeld moe of dronken zijn. Waar het om gaat, is dat we keer op keer dezelfde fouten maken, omdat ons brein zo in elkaar zit. We kunnen er wel achterkomen dat we die denkfouten maken, maar zelfs dan blijft het iedere keer weer moeilijk om die denkfouten die we van nature maken te voorkomen. Het structureel maken van denkfouten lijkt een beetje op visuele illusies. Als je naar de lijn kijkt waar aan het einde de pijlen naar binnen wijzen, dan lijkt die lijn langer dan de lijn waar de pijlen naar buiten wijzen. Maar als je gaat meten, dan blijken de lijnen precies even lang te zijn. Via de wetenschap, door te meten, kunnen we erachter komen dat we de ene lijn weliswaar als langer ervaren dan de andere, maar dat het dus feitelijk niet zo is. Maar ook als je het weet, blijf je de ene lijn als langer dan de andere ervaren. Ons brein zit nu eenmaal zo in elkaar. Iets soortgelijks geldt voor bepaalde klassen van problemen. Ons brein zit zo in elkaar dat we bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met wiskunde en logica. In de omgeving waarin onze voorouders geëvolueerd zijn, Stonden zij ook niet voor allerlei wiskundige en logische problemen, maar voor problemen die te maken hebben met overleven en reproductie, zoals waar ze eten vandaan haalden en hoe ze zich konden beschermen tegen regen en kou. Een voorbeeld van een probleem waar het blijkt dat we structureel irrationeel zijn, is de Wason-test, genoemd naar Peter Wason. In de test krijg je vier kaarten te zien. Alle kaarten hebben op de ene kant een letter en op de andere kant een cijfer. Dat is een gegeven. Vier kaarten worden voor je neergelegd, waarvan je maar één kant te zien krijgt. Eén kaart met een A, één kaart met een K, één kaart met een 4 en één kaart met een 7. De test is een redeneertest, waar we allemaal voor zouden moeten slagen als we die structureel rationele wezens zijn die we volgens het Homo economicus onderzoeksprogramma zijn. Je mag twee kaarten omdraaien om te controleren of de volgende bewering klopt. Als op de ene kant een klinker staat. Staat op de andere kant een oneven cijfer. Met andere woorden, als op de ene kant een A, E, I, O of U staat, dan moet op de andere kant een 1, 3, 5, 7 of 9 staan. Welke twee kaarten moet je omdraaien? Zelfs als je weet dat dit een redeneertest is, waarbij van tevoren gezegd wordt dat mensen de dus test structureel fout doen, geven nog steeds heel veel mensen als antwoord dat ze de kaart met de A en die met de 7 om moeten draaien. Naast de kaart met de A moet je echter de kaart met de 4 omdraaien. Dat dit zo is, is gemakkelijker in te zien als je hetzelfde probleem in een sociale variant weet te formuleren. Strikt genomen testen we een conditional, dat wil zeggen een bewering van de vorm als x dan i. Je krijgt dan vier situaties voorgelegd, namelijk x, niet x, i en niet i. Om te controleren of een conditional van de vorm als x dan y klopt, moet je het geval van x controleren en dat van niet y. Een sociale variant van het probleem zou zijn: als iemand de auto leent om naar vrienden te gaan, dan moet hij ook tanken. Je krijgt nu ook weer vier gevallen voorgelegd: iemand die de auto geleend heeft, iemand die de auto niet geleend heeft, iemand die getankt heeft en iemand die niet getankt heeft. Welke twee personen moet je controleren? Om te kijken of iedereen zich aan de regel gehouden heeft. Hier doen we de test vrijwel allemaal goed. Je moet degene controleren die de auto geleend heeft, of die wel getankt heeft, en degene waarvan je weet dat hij niet getankt heeft, om te kijken of hij niet toch de auto geleend heeft om vrienden te bezoeken. Zonder al te hard na te denken, controleren we hier de X, degene die de auto geleend heeft, en de niet-I, degene die niet getankt heeft. Het dus is dus best te begrijpen dat we bij een conditional de gevallen x en niet y moeten controleren. Als we nu terugkeren naar de test met de kaarten, kunnen we dat ook inzien. Je moet inderdaad de kaart met de a omdraaien, want als op de andere kant dan een even cijfer staat, dan is de bewering onjuist. Maar de 7 die de meeste mensen om willen draaien, hoef je helemaal niet om te draaien. Als je de 7 om zou draaien en er staat op de andere kant van de kaart een klinker. Dan klopt de bewering. En als er een medeklinker op zou staan, dan heeft de bewering geen betrekking op deze kaart. De tweede kaart die je om moet draaien is de kaart met de 4. Als die aan de andere kant immers een klinker heeft staan, dan is de bewering onjuist. Als we moeten redeneren over conditionals, dan maken we als mens dus al snel een denkfout. Inmiddels hebben psychologen heel veel van dit soort structureel menselijke denkfouten ontdekt. Dat houdt in. Dat wellicht het belangrijkste element uit het Homo economicus onderzoeksprogramma gefalsifieerd is en dat het onderzoeksprogramma dus degeneratief is. Dat is een technische manier om te zeggen dat elke tak van de economie die uitgaat van het idee van de rationele Homo economicus pseudowetenschap is. Wil de economie wetenschappelijk zijn, dan moet de economen rekening houden met de structurele irrationaliteit van de mens.